Vrienden of kameraden staan altijd in de bres voor elkaar. De titel heb ik ook ontleend van de gelijknamige film Hell or High Water. Het zijn ook twee vertrokken van twee tv-stills van je film. En in deze scène, waar ik dan die tv-stills heb voor gebruikt, daar zijn ze aan het vechten bij de avondzon. En ja, ik heb ze uiteraard, het is helemaal niet realistisch geschilderd. Ik heb het ook losgelaten als beeld aan zich, omdat je dat altijd wel leuk vindt. Datzelfde gegeven van door dik en dun had hier in de ondergrond ook, denk ik. Allee, ben ik me nou zeker van. Hè? Of je nu de taal sprak of welke origine ook, je moest altijd kunnen rekenen op je maat, hè? Als er iets gebeurde. Dus. En die kameraadschap, die was hier ook. Dus dat is de link eigenlijk ook met heel het mijn verhaal hier, wat toch de bedoeling was. Er is ook een link naar een werk van Goya, van een van zijn zwarte schilderijen, waar je ook dus het beeld hebt van twee vechtende figuren in een landschap ook. En ja, Goya is altijd een kunstenaar geweest naar mijn hart, sinds dat ik vroeger op de academie zat. Ja, hier heb ik het iets heftiger gemaakt, ook met dat rood erachter. Omdat het vrij close was, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Het is dezelfde scène, maar een andere shot. Ja, het is heel filmisch eigenlijk dan. Ja. Ja, absoluut. Dankjewel. Ja.